Dit imposante gebouw aan de Hinthamerstraat, waarop met grote letters bibliotheek gespeld staat, heeft een hele andere geschiedenis dan het uiterlijk doet vermoeden. Vanaf de middeleeuwen kregen arme bossenaren hier voedsel en kleding. Vaak roggebrood, maar met kerst soms zelfs varkensvlees. Het was een soort voedselbank dus, het Heilige Geesthuis. Maar dat werd in de bossen volksmond al snel het Geefhuis. Na de inname van Den Bosch door de Fransen in 1794 veranderde het in een tehuis voor vondelingen en oude mannen en vrouwen. Zelfs de koninklijke familie kwam meerdere keren op bezoek. Eind jaren 60 vertrokken de laatste bewoners. Het middeleeuwse gebouw is flink onder handen genomen. En na een grote restauratie opende het als bibliotheek. Wat het nu, een halve eeuw later, nog steeds is. Vond je dit een leuke video? Volg ons dan op onze socials en daar staan nog veel meer toffe video's. Heb jij zelf een leuke video? Gebruik dan de hashtag #DeBossenWinter en dan gaan wij kijken of wij ook iets voor jou kunnen doen. Zie je later!